Zusters en broeders, het is al gezegd, maar Gods molens draaien langzaam, maar zeker. President Bouterse heeft in januari van dit jaar in een televisietoespraak beweerd dat ik hier in de Alfonsuskerk leugens heb zitten vertellen. Gewoon aan Mantanapu en Lee. Jammer genoeg heeft Bouterse niet één leugen met name genoemd. Ook geen argument op feit aangehaald dat hetgeen ik in mijn toespraak gezegd heb, wordt verzwakt of ontkracht. Hoewel ik mijn verhaal over de rol van het Nationaal Leger en het ontstaan van de illegale gewapende groeperingen volledig gebaseerd had op persoonlijke waarnemingen op de Boslanddorpen, kreeg ik dit jaar een bevestiging van mijn bevindingen uit de eerste hand. En wel van niemand minder dan de toenmalige directeur Nationale Veiligheid van president Bouterse, Melvin Linscheer. Het getuigenis van de president. In het boek De getuigenis van president Bouterse, uitgegeven in 2017, citeert Sandu Hira, de toenmalige directeur Nationale Veiligheid, over de kwestie van illegaal gewapende groeperingen als volgt. Je had nu de onmogelijke situatie dat het leger was verboden om op te treden tegen het Jungle Commando. Toen hebben wij vanuit de inlichtingendiensten en het leger besloten om zonder toestemming van de regering de dorpen te bewapenen en te trainen. Zo ontstonden de verschillende groeperingen als de Tucayana's, de Angula's, de Kofumaka's en de Mandela's. Melvin Linscheer kon het weten, want in die tijd was hij commando van de zuidelijke troepen. Het staat er op zwart op wit, bladzijde 112. Bladzijde 112. Het leger heeft zonder toestemming van de Surinaamse regering de dorpen bewapend en getraind. Melvin Linscheer probeerde deze eigenmachtige handeling nog te verdedigen door te zeggen dat de dorpen er zelf om gevraagd hadden voor hun verdediging. Hij verzuimt daarbij te melden dat de wettige regering van Suriname ruim twee maanden daarvoor, op 21 juni 1989, het Kourou-akkoord getekend had tussen de regering van Suriname en het Jungle-commando. Daarin was opgenomen dat de oorlogstoestand zou worden opgeheven en het Jungle-commando ontbonden. Als Bouterse en het Nationaal Leger deze Kourou-akkoorden hadden geaccepteerd en geëerbiedigd, dan was vanaf juni 1989 de Binnenlandse Oorlog beëindigd geweest. Maar ruim twee maanden later, op 30 augustus, zien we dat de door Bouterse bewapende Tucayana's een nieuwe Binnenlandse Oorlog beginnen, met aanvallen te Washabo, Boskamp en heel West-Suriname. Het leger speelde eigen rechter en onderwierp zich niet aan het wettig gekozen gezag van Suriname. En daardoor is heel Suriname opgescheept met nog 3 jaar binnenlandse oorlog, met opnieuw zoveel doden. Inheemse die vermoord en gedood werden, Marons die vermoord en gedood werden, andere Surinamers die vermoord en gedood zijn, zoveel vernietiging van infrastructuur en hele dorpen die plat gebrand zijn. Je zou kunnen zeggen dat het bewapenen en samenwerken met illegale gewapende groeperingen
de tweede coup was die Boutersen gepleegd heeft. Het was in elk geval landverraad door de soevereiniteit en de integriteit van de Republiek Suriname te ondergraven door deze illegale gewapende groepen. En zijn medewerking als bevelhebber van het Nationaal Leger met deze groepen. Maar Boutersen was zo slim om er te spelen dat het leek alsof alle gewapende groeperingen spontane volksbewegingen waren, ontstaan uit onvrede van de bevolking over het regeringsbeleid. Het Surinaamse volk, dat nog steeds gebukt ging onder intimidatie, heeft deze grote leugen lange tijd geloofd. De ontwikkeling van de Surinaamse economie werd geblokkeerd. Dat is de trieste waarheid achter de illegaal gewapende groeperingen door het Nationaal Leger onder leiding van Boutersen in ons bosland in de jaren 1989 tot en met 1992. 3 jaar lang. De Bijbel zegt: wat je elkaar in het donker toefluistert, zal in het volle licht verteld worden. Lucas, hoofdstuk 12, vers 3.